In Zundert is het grote aftellen begonnen. Nog 96 dagen en dan is daar het bloemencorso. Het gaat door, alle seinen zijn op groen gezet. En dat is goed nieuws voor Zundert en omstreken. Vorig jaar kon het niet doorgaan door corona en moesten we deze prachtige beelden missen. Dit jaar dus niet. 'S Werelds grootste corso zal waarschijnlijk nog wel te maken hebben met een aantal coronaregels. Maar daar doen ze hier in Zundert niet moeilijk over, want hun feest gaat door. Misschien herken je het zo 1, 2, 3 niet, maar ik sta op het Oranjeplein. Het stralende middelpunt van het corso. En dit is de plek waar de winnaars bekend worden gemaakt. Hier rechts en links van mij zijn dan gigantische tribunes. En hier komen de wagenbouwers voorbij. En als ze de winnaar zijn, dan horen ze op dit punt de legendarische woorden: jullie mogen stoppen. Jullie mogen stoppen! Jullie mogen stoppen. En het eerste weekend van september zal het hier dan ook weer uitpuilen van het publiek. Tenminste, daar hopen ze op. De buurtschappen die staan in ieder geval te springen en kunnen niet wachten om weer te gaan bouwen. Yes, eindelijk. We mogen weer. Kijk, de bouwers die staan al te trappelen om aan de gang te gaan. Het zag er al enige tijd naar uit dat er versoepelingen zouden komen. Ja, en nu definitief groen licht, dus dat is gewoon dat is geweldig. Kunnen we eindelijk aan de slag. Dat gaat uiteraard nog niet helemaal als vanouds. De wagen wordt kleiner, dat moet het makkelijker maken om coronaproef aan het werk te gaan. En daarnaast natuurlijk... 1,5 meter afstand houden. Mondkapjes in de binnenruimtes. Als je per se in een koppeltje moet werken, dat dan vanuit één huishouden te doen. Regelmatig handen wassen. Beperking op aantal mensen op de bouwplaats. Dat alles mag de pret niet drukken. Komende zaterdag onthullen de bouwers hun ontwerp. Uiteraard krijgt de buurt de primeur. En daarna... Dan zal die ook wereldkundig gemaakt worden voor iedereen. We willen het een beetje mysterieus houden. Dat is ook deels in het thema van de wagen. Dus dat is leuk om dat ook op die manier te presenteren aan je buurtgenoten. En dan toch een klein beetje spanning op te bouwen natuurlijk. Alles komt op zijn plaats.